Welkom bij Tiel aan tafel. We hebben een volle uitzending met straks de kritische vrienden. Maar eerst zit hier voor mij de mensen van het RSG Linkercollege. Voor mij zit Alwin en Dick. En jij bent? Mijn naam is Alwin en ja? Ik ben docent maatschappijleer op de VMBO-locatie van het RSG. En Dick? Mijn naam is Dick en ik geef les ook op het RSG Linkercollege. Ik geef techniek en ik ben decaan. Oké. Okay. En jullie zijn dus van de locatie Teisterbandlaan, zeg ik dat goed? Ja. Ja. En jullie zitten hier omdat er een open dag aankomt. Klopt, 24 januari, woensdagavond van 5:30 tot 8:30. Mm-hmm. En dan zijn alle kinderen in Tiel die naar het voortgezet onderwijs moeten, zijn welkom bij ons. Ja, want jullie willen alle kinderen uit Tiel liefst in wel. Tiel op school, hè? Liefst wel, ja. Ja, want dat is ook de slogan van jullie school op dit moment. We zitten dicht bij de kinderen. Klopt. Ja, en het is de school dichtbij. Dat is een van onze slogan. En we hopen ook dat alle leerlingen van groep 8 een kijkje komen nemen. En van groep 7 natuurlijk. En dan zullen ze die 8 zullen ze ook zien. Zullen ze kennis maken met de 4 verschillende sectoren die ze bij ons op school kunnen kiezen. Mm-hmm. Na Lea 1. In Lea 1 krijgen ze een oriënterend jaar, hè, ja, van alle 4 sectoren. En na Lea 1 kunnen ze kiezen van, hey, welke sector ligt mij, welke vind ik leuk. En welke 4 sectoren zijn dat? Kun je dat nog een keer aanleggen? Wij hebben techniek in huis, horeca, bakkerij, recreatie, zorg en welzijn en economie. Ah, dat is heel breed ook. Heel breed. En de jeugd die de vakopleidingen doen, dat is de toekomst, zeggen wij altijd. Hè? Dat is de toekomst. Alle jeugd is de toekomst, maar vakopleiding is zo belangrijk. Hebben jullie veel leerlingen? Nu op dit moment? Wij hebben een behoorlijk aantal leerlingen. Ja. We zitten op dit moment op onze locatie op ruim 1100. Ja, dat is maar dat is mooi. We zijn een grote school. We zijn klein georganiseerd. Dus we hebben het team verdeeld in kleine onderdeeltjes. En we hebben de leerlingen heel goed in beeld daardoor. Mm-hmm. Ja, en ik denk ook wel, ik beaam wat Dick zegt. En ik denk ook zeker dat de mentor bij onze school een grote rol in speelt. Je staat dicht bij de leerling, is goed. Je kan snel contact opnemen met je mentor als er problemen zijn of juist als dingen heel goed gaan. En mentoren hebben ook steeds meer de rol als LOB'er, loopbaanoriëntatie. En daar beginnen we al in Lea 1 mee en daar eindigen we mee in Lea 4. En in elk jaar gaan we met de leerlingen aan de slag om ze bezig te zijn met de toekomst. Dus hey, welke beroep past nou bij mij en welke vervolgopleiding ga ik daarbij kiezen? En dat merk ik vooral als mentor van derde en vierdejaars. Daar zijn we daar veel mee bezig. En dan gaan we ook echt ontdekken wat zijn je kwaliteiten, wat zijn je valkuilen en welke opleiding past dus straks goed bij jou en minder goed. Daar helpen wij. Ja, dat is mooi mee, ja, dat ze straks in de maatschappij op een goede plek zitten. Het is heel belangrijk dat de leerlingen de juiste keuze kunnen maken. Dat ze zich afvragen van, wie ben ik, wat wil ik bereiken, wie kan me helpen. En netwerk opbouwen is tegenwoordig ook heel erg belangrijk. Hmm. Dus dat zijn zaken waar wij de leerlingen ook in trainen, in oefenen. Hmm. Laten kennis maken met de verschillende dingen die er in de wereld te koop zijn. Hmm. Kijk, ik kom zelf uit het basisonderwijs, daar heb ik een aantal jaren gewerkt. En dan weet ik van kinderen van die leeftijd, die hebben vaak het idee beroepen, brandweerman, politieagent, stewardess, verpleegster. Maar er zijn natuurlijk een onnoemelijke hoeveelheid beroepen waar ze nog nooit van gehoord hebben. En wat momenteel ook wel een beetje een probleem is, er zullen nog steeds weer nieuwe beroepen ontstaan. Beroepen die nu er niet zijn. En daar moeten wij de kinderen ook op voorbereiden. Dus dat ze flexibel zijn, dat ze zich kunnen aanpassen straks. Mm. Dus het is heel belangrijk om je heel goed en ook breed te oriënteren. Ja. Ja, ik vind het fantastisch wat jullie doen. Weer over het vak onderwijs. Maar jullie hebben natuurlijk ook de MAVO of TL, hoe ik het, de theoretische leerweg. Dat blijft natuurlijk wel een school die echt theorie geeft, voornamelijk. Breed ontwikkeld. Terwijl het vak onderwijs natuurlijk echt veel specifieker op vakgebieden ingaat. Zeker. Maar ook de MAVO. Er is keuze voor een sportklas. Dus zeker voor de doeners. Want die heb je natuurlijk ook op de MAVO, is er ook echt wel genoeg keus. Sportklas, en ben je goed in Engels of vind je dat leuk, dan kun je nog kiezen voor de Cambridge-klas Engels. Mm-hmm. En dat loopt ook al een aantal jaar erg goed. En aan het einde van het jaar krijgen ze daar een soort van extra diploma voor.
En ja, daar heb je in de toekomst dus ook weer erg veel voordeel van. Ja, nou fantastisch. Dus wederom, alle kinderen van Tiel moeten naar de open dag. De 24e moeten ze zeker naar de open dag komen. Oké, okay. En is daar nog iets te lezen op een website misschien? Jazeker, op www.rsglingencollege kunt u alle informatie nog eens nazoeken. En daar staat ook de precieze datum en tijd nog een keer vermeld. Nou, fantastisch. Mooi, bedankt voor het gesprek en succes met Open Dag. Tiel aan tafel. En voor mij zit Nico de Groot, met DT. Met DT. Van Elstar Muziektheater. Klopt. Vertel. Ja, nou, wij zijn heel druk bezig op het moment. We zijn druk aan de slag met onze nieuwe productie die in april 2019 in de Agnietenhof te zien zal zijn. Dat is de musical Titanic. Oh. Dat is een ander verhaal dan de film die iedereen natuurlijk kent met dat prachtige romantische lijntje erin van die twee geliefden die elkaar kwijtraken. Het is een meer historisch verantwoorde musical met oog voor daadwerkelijk bestaand hebbende personen die dus op het schip hebben meegevaren. Er is aandacht voor de reder, voor drie Ierse meisjes die in de derde klasse meevaren. Voor twee miljonairs en hun echtgenotes die meevaren. Voor de marconist, voor een stoker, voor de bouwer van het schip. Voor mensen die dus, waarvan bewezen is dat die mee hebben gevaren en waarvan informatie over hun leven terug te vinden is. Sommige van hen overleven ook en anderen zullen verdrinken. Dus het is een meer waarheidsgetrouw verhaal. Met toch ook wel een lach erin, maar ja, vanwege het einde natuurlijk toch ook wel een traan. Ja, maar wel heel mooi dat je echt meer de geschiedenis en de historie induikt. Ja, en voor ons als vereniging is het ook heel leuk omdat er niet één grote hoofdrol in zit. Ah, ja. Alle spelers, zangers, zangeressen hebben eigenlijk een lied of een duet waardoor je ze een beetje beter leert kennen. En die zie je dan gedurende het hele stuk op dat schip op en neer lopen en met elkaar interactie hebben. Mm. Hoe dat vormgegeven gaat worden, gaat onze regisseur nog bedenken. Ja, want wie is de regisseur? De regisseur is Bas Groenenberg. Die is ook regisseur geweest bij onze vorige twee producties. Zo'n regisseur uit Amsterdam, die ook bijvoorbeeld veel ervaring heeft met sprookjesmusicals van Van Hoorne producties. Oké. Okay. Daar zijn we heel blij mee. Ik kan ook heel goed overweg met onze vereniging. Afgelopen zaterdag hebben we een workshopdag gehad met een man of 40, denk ik. Veel mensen van de vereniging zelf, maar ook heel wat nieuwe mensen. En Bas, de regisseur, en Agathe, de choreografe, en Hans, de muzikaal leider, hebben een nummer uit Titanic ingestudeerd met ons allemaal tussen 10 en 5. Mm-hmm. En aan het eind van de dag hebben we dat nummer gespeeld, gedanst en gezongen. Voor nieuwe mensen heel leuk om te kijken wat is er nou voor vereniging en hoe gaat het creatieve team, hoe pakt het creatieve team zo'n stuk aan. Dus je kon de ervaring opdoen met ons als vaste kern en met het creatieve team. En we hopen dat, een aantal weet ik het ook al zeker van, we hopen dat heel veel van die nieuwe mensen ook auditie gaan doen. Hmm. De audities zijn voor de productie op 27 januari. Hmm. Dat kan nog net voor aangemeld worden. Aha. Via de site. Ja. www.elstarsmuziektheater.nl. Daar is ook een heleboel informatie te vinden over het stuk, over het creatieve team, over de inschrijfmogelijkheden. Want jullie zoeken niet alleen maar mensen die heel mooi kunnen zingen of spelen, maar misschien ook wel mensen voor decor en zo. Er is van alles te doen, of is dat... Vrijwilligers hebben we natuurlijk altijd nodig. Ook bij decor kunnen mensen zich voor aanmelden en dan zal dat zeker doorgegeven worden aan de decorgroep. En wie weet kunnen ze dan heel goed zingen, hè? Dat is altijd meegenomen. Het gaat om, we willen graag een mannen erbij. Er zitten veel mannen in het stuk. Natuurlijk de mannenwereld op dat schip met alle bemanning en zo. Mm. Maar iedereen vanaf 16 jaar mag in principe komen auditeren. Hm. Als ze het auditieformulier hebben ingevuld, staat ook op de site. Moeten ze eigenlijk wel een beetje vlot zijn als ze nog mee willen doen. Maar, ja, dat is eigenlijk de laatste kans, hè? Vandaar deze uitzending eigenlijk, ook. Ja, kom erbij, maar doe het dan wel gauw. We hebben nog mensen nodig. En als je ook heb je niet een prachtige zangstem en wil je het koor meedoen, van harte welkom, gewoon aanmelden, auditeren en meedoen.
Het is ook heel leerzaam natuurlijk, hè, op een groot toneel staan. Ik heb jullie vorige productie gezien, waar jij zelf een prachtige rol ook vertolkte. Dank je wel, ja. Ja, geweldig. Dank je. En ik denk dat vele mensen dat hebben gezien in de Agnietenhof. Het was druk bezocht. Want hoeveel keer hebben jullie gespeeld? Twee keer Foxtrot van Annie M.G. Schmid, twee keer uitverkocht. Ja, en dat was voor ons wel heel erg prettig. Ja. Dat was toch een... kijken van krijgen we het weer vol en dan twee keer is wel wel ja, fijn. Misschien wordt dat nu wel de volgende keer wel 3 of 4 keer. Ja, wie weet. Zullen we daarvoor gaan? Ja, daar gaan we voor. Dank je wel. Stil aan tafel. En nu is het tijd voor de kritische vrienden. Robert en Rini. Zondagrust, daar gaan we het over hebben. Dat is een goede zaak. Zondagrust moeten we je bieden. Ben ik helemaal met je eens. Oké. Dat had ik van jou niet verwacht. Nou ja, wil niet zeggen dat, dat er andere groepen moeten zijn die als iemand iets wil, bijvoorbeeld de winkel open hebben, ja, nou, dan moet het niet zo zijn dat die daarin beknot wordt van jij mag niet open. Iedereen is vrij om te doen wat men wil op die dag. Ja. Ik ben het totaal met je oneens dat we de zondagsrust moeten eerbiedigen. Dat is echt uit de vorige eeuw, of nog wel uit een eeuw daarvoor. Wat mij betreft leven we in een moderne tijd, 24/7 economie, waarbij mensen zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven willen inrichten. En als dat betekent activiteit op zondag, of het nou gaat om sporten, of familiebezoek, of winkelen, of online shoppen, want er zijn ook winkels die online gesloten zijn op zondag, denk ik dat is wel van deze tijd. En daar moeten we mensen vrij in laten. En dat daar kerken zijn of overheden zijn die daar regie in willen voeren. Zoals we laatst in Geldermalsen gezien hebben. Zo van waar een goed ondernemende winkelier een boete krijgt als hij op zondag open gaat. Ja, maar goed, dat is als echt je dan absurd. In de reden mag vallen. Hè? Dat is echt absurd. Ja, maar dat heeft niet per se met die kerk te maken. Ik bedoel, in Ede en in Veenendaal, daar zijn wel gewoon koopzondagen. Geen probleem. Zeer beperkt. Zeer beperkt aantal koopzondagen. Ze zijn er wel. Is afgedwongen door de veranderingen in de samenleving, maar liever niet. Maar in een buurgemeente, het lijkt wel op Rini alsof je daar probeert uitzendrechten te vinden. zoals je daar stelling over neemt. Nee, dat weten we. Ja, goed. Of in Geldermalsen. Maar ja, weet je, het past toch niet bij deze tijd dat de overheid bepaalt op welke dag je wat wel en wat niet mag doen. Nee, dat ben ik met je eens. Ik bedoel dat daar misschien 50 of 100 jaar geleden gebeurde, maar als ik op zondag wil sporten, dan wil ik op zondag kunnen sporten. Ja, maar zeg, als ik zeg, op zondag wil rusten en geen activiteit, is dat ook mijn keuze. Maar het blijft wel mijn keuze. Met respect voor de ander die een andere keuze maakt. Maar nu wordt er in de samenleving wat ik dan maar noem de Bijbelbelt, waar Tiel zo'n beetje aanschamt. Gelukkig is het in Tiel niet zo. Worden beperkingen opgelegd door de overheid. Ja, ik begrijp oprecht niet wat er nou vandaan komt. Hè? Om te zeggen, het mag niet open. Nou, maar ik denk dat de mensen die op zondag rust willen hebben, dat die ook moeite hebben met het feit dat er dus personeel dan ook gedwongen wordt om op zondag te werken. Dat is een beetje de kern van hun punt. Het is hun rustdag en vinden ook dat anderen niet gedwongen worden. En het heeft te maken met de schepping, hè? De zevende dag, toen was er rust. Ja. Ja, absoluut. En dan vraag ik mezelf af, als de mensen die dat vinden, hoe zij het zouden vinden als een van hun familieleden in het ziekenhuis ligt, dat die niet verzorgd of verpleegd kunnen worden op die zevende dag, omdat dat dan ook mensen zijn die moeten werken. Hoe zit het dan met hun zondagsrust? Ja. Het is hypocriet, Rini. Het is hypocriet dat winkels mogen niet open, maar zorginstellingen en ziekenhuizen en de eerste hulp, om maar eens wat te noemen, die zijn gewoon wel open op de zondag en daar kan dan wel gewerkt worden. Ja. Ja, ik vind wel dat je daar een kern aanraakt, dat mensen wel respect voor elkaar moeten hebben. Zeker. En dat er op zondag ook dingen moeten gebeuren. Ja. En ik vind dat wel met respect voor elkaar, winkelopeningen, dat dat toch mogelijk moet zijn. Ja. Nou goed, kijk, laatst heb ik nu die man nog gesproken van Only for Men. Die vindt het fantastisch. Goed, hij hangt een boete boven het hoofd van 20.000 euro, maar die man kan het betalen. Hij heeft 15 of 16 van die winkels. En hij denkt ook nog over na om eens maar Geldermalsen te gaan verlaten. Want hij wil veel vaker open. Ja, hij heeft ook aangegeven dat hij een statement wil maken. En daar heeft hij helemaal gelijk in, die beste man. Ja. Dus wat dat betreft, kom naar Tiel, zou ik zeggen. En dat is inderdaad niet meer van deze tijd. Het statement, het statement maken is echt gelukt, zou je kunnen zeggen. Want je maakt toch een probleem
opnieuw bespreekbaar. Wat ik al zei, als de hulpdiensten nodig zijn in het weekend in Geldermalsen, voor wat dan ook, dan rukken ze uit als de nood aan de man is. En dan hebben we het helemaal niet over zo'n discussie. Nee. Maar op het moment mensen willen sporten, willen winkelen, willen recreëren. En dat is ook belangrijk om gelukkig te zijn en te ontspannen in een druk leven. Hè? Dan zou dat allemaal net niet kunnen of niet mogen. Tenzij de ondernemers met elkaar afspreken, wij houden in deze gemeente geen koopzondagen. Maar dan is het een afspraak door de ondernemers zelf. Ik bedoel, je ziet in grote steden, daar is het 24/7 winkelen. Kijk naar Amsterdam, Rotterdam of andere grote steden. Ja. In Tiel is het redelijk uitgebreid. En in de feestmaand december al helemaal. Maar het is wel een afspraak die ondernemers met elkaar maken en die niet door de overheid wordt afgedwongen. Oftewel, ieder zijn ding, maar laten we elkaar weer in de waarde. Precies. Elkaar in de waarde laten. Laten we daar dan mee afsluiten. Nou, dat is toch weer een mooi slot van het begin van Tiel aan tafel in 2018, zullen we maar zeggen. Heel goed. Nou, en iedereen die volgens mij in Geldermalsen op zondag graag wil winkelen, die kan ook naar Tiel. Kom naar Tiel. Kan allemaal in Tiel. Heel graag sluit ik weer bij jou. Dankjewel voor het gesprek wederom. Dit was Tiel aan tafel en tot volgende week.